Amsterdam, jaren 70. Je werd geen harsdealer om veel geld te verdienen. Nee, dealen was ingewikkeld. Er was veel concurrentie. Ja, je verdiende wel wat, maar stinkend rijk werd je er niet van. Meestal kregen de jongens ook gezeik met de politie of onderlinge ruzie, waardoor ze nooit echt groot konden worden. Totdat Werner Preining, Henk de Vries en Ben Dronkers aan de horizon verschenen. Hij kent ze waarschijnlijk niet. Zij hebben voor Nederland meer gedaan dan Heineken, Goudse Kaas en Johan Cruijff bij elkaar. Zonder dat ze het wisten, hebben zij in de jaren 70 de manier waarop Nederland met drugs omging veranderd. Met één simpel idee. De koffieshop. Kijk, je ging naar binnen, 5 minuten later stond je weer buiten. Geen gestampte drop of paardenstront, maar gewoon goede hasje uit Marokko of Afghanistan. Het is zo'n overweldigend succes geworden dat types als Mike Tyson, Madonna en Mariah Carey allemaal naar de koffieshop kwamen om te blowen. En dat ging jarenlang prima. Totdat het gedoogbeleid uit de gratie begon te vallen. En het leven van de Nederlandse koffieshophouder een hele andere wending nam. In die tijd werkte Amsterdam als een magneet op jongeren die iets anders wilden. Een aantal jaren ervoor had de stad de ogen van Werner Preining geopend, die er ook de geestverruimende facetten van het leven ontdekte. Ik zat nog op de kweekschool en toen werd er een oud en nieuw feestje georganiseerd in een jeugdcentrum aan de Keizersgracht. En dat was januari 1970. En daar zou dan een feestje georganiseerd worden. En ik was ook uitgenodigd, net als de andere leerlingen van mijn klas. En dat was dus mijn eerste kennismaking met het hippiewezen. Ik ben er blijven hangen. Ging niet meer naar school. Wilde alleen nog maar daar zijn. En maakte deel uit van de ploeg. Het was een revolutionaire tijd. En hartstikke leuk, want ja, we mochten helemaal zelf bepalen wat we gingen doen en hoe we het deden. En een van de eerste dingen die we deden was bepaalde regels vaststellen ten aanzien van drugsgebruik. Hasje en wiet roken, dat was oké. Coke, daar hielden we absoluut niet van. Pillen al helemaal niet. LSD mocht alleen onder begeleiding. Leuk dat gedans en gechans van die hippies, maar Amsterdam was natuurlijk veel meer dan dat. Hasj en wiet die maken het ineens mogelijk dat de moderne mens instant contact maakt met het goddelijke in zichzelf en in anderen. Vroeger had je daar religie voor nodig. En de moderne mens die steekt een joint op of die slikt een pil en hoppa, binnen 10 minuten is hij daar. En dat is een revolutie en dat zorgt ervoor dat mensen anders gaan denken. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat de maatschappij, dat de bemoeimannetjes zoals ik ze noem, doodsbang waren voor dat wat ze niet begrepen, maar wat heel eng leek. Want zij willen altijd controle hebben over hoe andere mensen denken. Terwijl de mens floreert juist het beste in een omgeving waarin hij vrij is, waarin hij kan pionieren en nieuwe dingen kan bedenken. En dat is wat cannabis doet. Mijn vader werkte voor de Shell in Sorong, voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Nou, dat was eigenlijk een hele mooie start van mijn leven, want het was een pionierstijd. Nederland met al zijn beklemmende systeempjes en dingetjes was ver weg. Gezag was daar eigenlijk niet. Je moest het allemaal zelf uitzoeken. En die pioniersgeest, dat is wat ik heb meegenomen naar Nederland toe. Van wat er niet is, dat kun je creëren. Vroeger was het zo dat waar veel blowers waren, daar werd ook gedeeld. En dat waren dealers in allerlei lagen, zeg maar. Dus je had kleine dealertjes, ietsje grotere dealers, de hele grote jongens. En het liep allemaal door elkaar heen. En als je dan naar een jeugdcentrum ging, dan was het helemaal raak. Want daar kwamen natuurlijk honderden mensen. En dan stonden dus ook altijd tientallen dealers voor de deur. En als je dan naar binnen wilde komen, dan moest je door een haag van, vaak waren het Antilliaanse jongetjes, daar begon het mee.
En die siste je dan toe van, nee, kom je huisje kopen, kom je huisje kopen. En als je dan zei, ja, maar niet bij jou. Nee, dan werd je tegengehouden, weet je wel. En dan kwamen ze allemaal om je heen staan. En dan werd hij wat stukjes onder je neus gehouden. Ruik maar, ruik maar. Dus dan denk je, oké, ruik. En dan denk ik, dat is wel goed spul. En dan moest je dus zorgen dat je voorbij die kleine dealertjes kwam. En dan kwam je bij de ingang en daar stond een wat grotere kerel. En achterin, daar stond een reus van een vent. En die had dan de brokjes waar het allemaal om ging. En dan moest je daar aan tafel aanschuiven. En dan moest je daar een beetje toffe jongen uit gaan hangen en een beetje meeblowen. En als je dan nog uit je woorden kon komen, dan moest je gaan onderhandelen. En als je dan wat had, dan kwam er een plak op tafel en er werd dan een stuk afgesneden. En dat ging dan jouw kant op en dan betaalde je 100 of 200 gulden. En dan wist je één ding van, shit, de hele tent weet dat ik 200 gulden hash bij me heb. Dus dat is niet prettig en je bent zo stoot als men kan en je ziet kleuren en dingen en je maakt dat je wegkomt. En zo was het in die tijd. En dat was dus niet een ding dat makkelijker was voor iedereen. En vandaar dat wij dus ook kwamen met dat idee, laten we het eens op een nette, heldere manier gaan doen. Laten we eens bedenken hoe je dat zou doen als het legaal zou zijn. Dus toen we op een gegeven moment een oude bakkerij kraakten aan de Weesperzijde, was het snel gebeurd. We gingen een koffieshop beginnen. Een van ons die had een tas bij zich met allemaal vakjes waar de verschillende soorten zaten. En die verschillende soorten die waren verpakt in plastic zakjes van 10 en 25 gulden. En je wist dus als klant zeker dat je allemaal dezelfde prijs betaalde. Je hoefde dus niet te onderhandelen. En dat alles heel erg inzichtelijk en transparant was. En dat zorgde ervoor dat ineens iedereen hash kon kopen. En dat was de gouden koffieshopformule. Dus die rij klanten werd steeds langer, totdat die op een gegeven moment door de hele zaak heen ging. En 30 meter buiten op de stoep stonden mensen nog in de rij. En er waren andere mensen die dachten van, hey, die hippies die hebben wat. Die verdienen geld als water. En wat zij doen, dat kunnen wij ook en dat kunnen we beter. En dat waren onder andere Maarten Brusselers van het Rusland en Henk de Vries van de Bulldog. En die deden het ook beter. Want die gingen 's morgens vroeg om 9 uur open tot 1 uur 's nachts. En wij waren alleen maar open als we wakker waren en als we er zin in hadden. En als we aan tafel voetballen waren, ja, dan moest je even wachten. En als je dan zei, ja, maar ik heb haast, dan speelden we nog een spelletje. Want we waren geen afval Chinees. Je verdiende duizenden guldens op een dag. En als je dan iets kocht bij iemand, dan was het al snel zo van, nou, een kilo kost dat. 5 kilo kost dat, 10 kilo kost dat. En 20 kilo, weet je wel. Dus wat deed je dan? Je kocht zoveel als je kon. Datgene wat je niet nodig had, schoof je door voor een prijsje en een winstje. En dan had je zelf een paar kilo die voordelig waren. Ik zat elke dag een paar uur aan de telefoon, 's morgens mijn kilootjes heen en weer te schuiven. Totdat ik op een gegeven moment doorkreeg van, goh, ik doe een afgelopen paar weken eigenlijk al 100 kilo per dag. Als ondernemer zijn lef en daadkracht belangrijke eigenschappen. Dus, als je via via hoort van een nieuwe kwaliteit wiet, dan blijf je niet zomaar stilzitten. Zelfs als die variëteit zich in een land bevindt dat het niet zo op heeft met drugs. Maar dat weerhield Wernert Bruining er niet van om op avontuur te gaan met wat Amerikaanse vrienden. En tot mijn stomme verbazing bleken ze tot aan hun nek in de cannabis te zitten. In Amerika daar had men een Sinsemilia kweektechniek ontwikkeld. En dat waren speciale zaden. En als je dan de mannetjes weghaalt, zodat de vrouwtjes niet bevrucht werden, dan gingen die dikke toppen vormen. En als je die toppen op het juiste moment oogste, zorgvuldig droogte, schoonmaakte, verpakte in plastic, dan kreeg je een hoogwaardig product. En zij verkochten daar dus cannabis voor 8.000-9.000 dollar per kilo. In een tijd dat je in Nederland met moeite 1.500 gulden kon krijgen. En die wiet die was hartstikke lekker om te roken. Dus we gingen van alles bedenken om te zorgen dat we dat konden blijven roken. De Amerikanen waar ik mee in contact kwam, die hadden geen telefoon. Die zeiden, ik ga nooit naar een vriend als ik weet dat hij een telefoon in huis heeft. Dan kom ik daar zelfs niet in de buurt. En dan dachten wij, nou, dat is wel een beetje overdreven, weet je wel. Dan zeiden ze wel eens, nou, wil je mee? Ik ga naar Joe, noem maar wat. Old friend of mine. Dan dacht ik, oh, leuk, met Joe, weet je wel. Naar Joe, kijken wat het is.
Maar dan ging je niet over de highway. Nee, dan ging je over binnenweggetjes en sluipweggetjes. En dan 2-3 uur wurmde je door het landschap heen. Dan ontmoette je Joe en die had dan een of ander dingetje daar. En dan werd er een doosje aan Joe gegeven en dan ging de klep weer dicht. En dan reed je weer 2-3 uur terug. Super paranoia allemaal. En wij vonden dat heel vreemd. Maar ik begrijp nou wel wat de achterliggende gedachte was. Want je krijgt dan zo 10, 15 jaar. Precies. Drugs waren drugs. Of het nou cannabis of coke was, dat maakte voor die Amerikanen geen verschil. Gebruikers, die moest je niet pamperen, je moest die keihard aanpakken. Zeker als de Amerikanen voor miljarden aan heroïne in hun lijf spoten. Na zijn Amerikaanse avonturen gooide Werner het over een hele andere boeg. Zijn koffieshop Mellow Yellow was afgebrand. En toen was de vraag van gaan we ermee door of niet? En voor mij was de lol er eigenlijk al een beetje af. Maar dat weerhield hem er niet van om Nederland kennis te laten maken met die waanzinnige Sensimilia Wiet uit Amerika. Want ja, je leeft toch niet voor niets in een paradijs. Wij vonden het goede zaak als er in Nederland meer wiet gerookt werd. En we moeten zorgen dat er meer mensen de kennis mee maken. Dus als die in de coffeeshops die wiet roken, dan gaan ze naar huis met het idee van, nou, in Nederland en Amsterdam, daar heb ik toch iets gerookt, dat gaan we ook doen. En wordt daar gewoon geteeld, dat gaan we ook doen. En zo hadden we dan het fantasietje van, we gaan van Nederland het Jamaica van Europa maken. En op een gegeven moment hadden we dan geregeld dat we in een coffeeshop zouden staan, die heette Marilyn Monroe. En die man die was daar heel enthousiast over. En in zijn enthousiasme maakte hij posters van, wil je gratis wiet proeven? Kom naar Marilyn Monroe, dan en dan is het zo. Hier is het, Willem. Ja. Gratis nieuwe oogst roken. Gratis nieuwe oogst. Vrijdag 21 december aanstaande. En terwijl wij daarmee bezig waren, komt er iemand op ons af. En die zegt van, hallo, ik ben van VPRO-TV, Jonge Helden. We maken een programma en we zien dat jullie wiet weggeven. Ja, want wij denken dat er een betere wereld wordt. Leg eens uit. Ik denk, oké, nou gaat het gebeuren. Dit is mijn eerste contact met de buitenwereld via de media. Kom even je wiet keuren. Op het moment dat ik mijn mond open wilde doen en wat wilde zeggen, vloog de deur open. Stop de inval. Ja. Momentje. Even zo, laten staan zoals het is. Oké. Okay. Het is echt ongelooflijk. Ja, het is echt ongelooflijk. En trouwens, we gaan niet filmen, daar heb ik geen zin aan. Nee. Klopt. Nou, meneer de heer, het is de bedoeling dat we allemaal even bij u in de zakken kijken of u nog soft en of harddrugs bij u heeft. Ja, en daarna kunt u de zaak verlaten. Blijkbaar was het niet altijd feest in Nederland. Gratis wiet weggeven voor het oog van de camera was kennelijk ook voor de Nederlandse politie een brug te ver. We gaan nu buiten verder filmen. Ja? Ja, hier. Hebben jullie gewoon tanken aan niks anders doen dan in het koffiehuis erin vallen? Ik word goed misselijk van nou een keertje. Wel ons staan, anders doen we denken jullie aan dat jullie zijn. Dus wij werden gearresteerd en moesten mee. En ik denk, oh, laat ik nou even verstandig zijn. Ik gris een gevulde koek mee, want ik denk, zometeen zit ik op dat politiebureau. Niks te eten, ik ken dat wel, want dat heb je wel eens gezien op de film, weet je. En ik werd in dat busje gestopt en ik snel die koek eten. Ja, de crimineeltje daar, hè? De zogenaamde slechterik. En toen reden we naar het bureau Leijmaansgracht. En die chauffeur, die politieagent, was heel boos, hè, want wij waren hele slechte guys, weet je wel. Dus hij rouste over die gracht heen en zo. En ik denk, op een gegeven moment voel ik me vreemd. En toen dacht ik, oh shit, dat was een spacecake. Dus ik zei zo tegen die agenten van, jongens, niet zo hard, want ik heb per ongeluk een spacecake opgegeten. Nou, dat was lachen natuurlijk, weet je wel. En toen was het heel gezellig gelijk in de auto. Ze snappen ook wel dat ik ben geen bad guy of zo. En terwijl Henk de Vries op het Leidseplein een politiebureau had omgetoverd tot een koffieshop, kreeg Werner Breining in de kassen van Noord-Holland de Amerikaanse kweekmethoden behoorlijk in de vingers. De nederwiet is op dit moment gewoon, dat wordt ook door de Amerikanen al toegegeven. De CRI heeft dat ook al gezegd, dat is gewoon de beste wiet die er op dit moment is. Mijn green team, de eerste keer was 1 of 2 kilo. Toen was het 10 kilo, toen werd het 100 kilo, 200 kilo. En toen werd het van, we moeten het in kassen gaan verbouwen, want er is een nieuwe variëteit, die heet skunk. En die levert op, oh, dat was helemaal geweldig, weet je wel. Dat was ook zo. En die skunk die zag er ook heel anders uit. Dus niet meer groen, maar rood. En de consumenten kopen met hun ogen, dat heb ik toen geleerd. Dus die zagen die wiet en een nederwiet, ja, oh, kom maar, hop. Toen ging het green team ook praten over alsmaar groter en bigger en bigger. Dus toen was het van, we gaan in de kas, oké.
5000 vierkante meter. Oei, een beetje groot. Ja, maar we nemen een stroomman ervoor. Ja, ja. En dat willen jullie in de kast doen? Nee, niet één kast, we willen er 5. Toen dacht ik van, waar is de uitgang? Het is weer tijd om te maken dat ik wegkom, want hier ben ik niet bij nodig. Persoonlijk vind ik dat het gedoogbeleid te ver gegaan is. Ik vind dat er bestuurlijk moet worden opgetreden tegen die coffeeshops. Die moeten vanwege het bestuur gesloten worden. Daar is een team opgezet om het buitenland te kunnen tonen van, wij pakken dit fenomeen aan. Laten we ons richten op één bedrijf, namelijk de Bulldog. Want die heeft op dit moment al de grootste uitstraling in Nederland. Als we hem aangepakt hebben, weet de rest ook wel dat het eigenlijk wel een beetje over is. Hij had te maken met bureau Warmoestraat en dat waren de tafferste kops in Nederland. En dat lieten ze merken ook. Maar ja, Henk de Vries is een Bulldog en die laat niet met zich zollen. En die was het ook wel gewend, dat knokken. Want zijn hele familie woonde al generaties op de Wallen en was niet anders gewend dan knokken met justitie, knokken met de overheid en je eigen gang proberen te gaan. Jij en ik mogen een badkuip met bier brouwen als we dat willen. We doen het alleen niet omdat het zo goedkoop is. Je kan het zo halen bij een supermarkt, waarom zouden we? Maar jij en ik mogen niet zomaar 10 planten in de tuin hebben staan. En pas als men dat erkent dat dat wel mag, pas dan kun je verder gaan. En weet je wat het ook is? Die 10 planten in de tuin, dat zorgt ervoor dat de prijs omlaag gaat. Want als je een cannabisbeleid wil voeren, dan moet je een beleid voeren dat erop gericht is om de prijs zo laag mogelijk te houden. Want hoe lager die prijs, hoe minder aantrekkelijk het is om die wet te overtreden, om daar financieel misbruik van te maken. Die varkensschuren vol en die kippenschuren vol, die zijn de schuld van de overheid. En niet van de criminelen. Het zijn gewoon normale burgers, houd toch op. Waarom heette dat ineens criminelen? De overheid is crimineel. Wij vonden het goede zaak als er in Nederland meer wiet gerookt werd. En we moeten zorgen dat er meer mensen de kennis mee maken. Dus als die in de coffeeshops die wiet roken, dan gaan ze naar huis met het idee van, nou, in Nederland en Amsterdam heb ik toch iets gerookt, dat gaan we ook doen. En wordt daar gewoon geteeld, dat gaan we ook doen. En zo hadden we dan het fantasietje van, we gaan van Nederland het Jamaica van Europa maken. Volgens eigenaar Bernard heeft thuistelen de toekomst. De thuistelers lopen in en uit voor de aanschaf van speciale potgrond, biologische bestrijdingsmiddelen, kweeklampen, zaden en stekjes. Kijk, een kropje sla kweken is wel grappig en het eten is ook wel leuk. Maar er is natuurlijk niks zo interessants als iets kweken wat je kan roken, waar je high van kan worden. En wij vinden dus dat dat de beste en meest bewuste manier van hennep consumeren is. De plant helemaal zelf groeien, oogsten, drogen, schoonmaken. En dan eindelijk na 2-3 maanden rook je het en goh, je wordt er high van. En in eerste instantie was het mijn bedoeling dat het heel kleinschalig zou zijn. Dus dat mensen voor eigen gebruik zouden kweken. En als ze dan eens een pondje of een kilootje over hadden, achter verkochten ze dat aan vrienden en kennissen of aan de koffieshop. En dan verdienden ze ook eens wat geld. Maar dat werd dus langzamerhand door overheidsrepressie steeds gevaarlijker om te telen. Waardoor alleen de jongens die het risico dorsten nemen grootschalig gingen doen. Ondanks dat ze ons nog steeds criminaliseerden, met hemvlecht in Nederland hebben we gigantisch ons best gedaan. We waren de wietfabriek en we zijn door de mangel gehaald. Het is niet vanuit een marktwerking, het is vanuit een ideologisch denken van politici. Ik weet niet waar het vandaan komt, dat het zo tegengewerkt wordt. Het is de wetgever die criminaliseert, die zorgt voor de criminalisering van de branche. Want als je het steeds moeilijker maakt, dan zijn alleen de tough guys nog bereid om het te doen. En de hippies, ik voorop, die stappen uit. Wernhard zou Wernhard niet zijn als hij niet weer een nieuwe weg was ingeslagen. Na zijn kweek- en growshop-avonturen wil hij de wereld kennis laten maken met een geheel nieuw wondermiddel. Ik belde met het ministerie van Volksgezondheid. Ik zeg van, ik heb nou iets. Ik heb jullie in de tijd benaderd met verdunde THC-olie. Dat vonden jullie maar hippie geklets. Maar goed, het geneest soms mensen van kanker, dat weet je wel. Maar nou heb ik iets, dat is verdunde CBD-olie. En het is nog interessanter, want je wordt er niet high van. En het is legaal. En toen zei men, nou, we zien er niks in.
jaar later weer op geweld. Ik heb een heleboel patiënten, weet je wel. Ik zit nu op 40.000 patiënten, man. En die gebruiken het allemaal. Toen zeiden ze, ja, we hebben het idee dat dat inderdaad wel iets is. We laten een literatuuronderzoek doen. En als blijkt dat het medicinale waarde heeft, dan gaan we het verbieden. Ik denk, oh ja, toen bemoei mannetjes, weet je, ben ik er toch weer ingetrapt. Ja, wat zei die man, dan is het een geneesmiddel en dat hoort dan terecht in de apotheek. En dat mag dan alleen verstrekt worden door artsen, voorgeschreven worden door artsen. Dus toen dacht ik, ik ga me nooit meer met autoriteiten bezighouden. Ik ga gewoon zoveel mogelijk mensen voorlichten, zodat ze het zelf kunnen. Nou, kom op, let's go. Want als je mensen leert beter voor zichzelf te zorgen, creëer je een nieuwe laag zelfzorg. En dan voorkom je dat dingetjes uit de hand lopen en mensen uiteindelijk aan de chemische medicijnen moeten. Dus ik ging allemaal coffeeshops afbellen en die legde ik uit van, joh, cannabis heeft een medicinale bijwerking, dat weet je misschien wel. En nou heb ik een idee en dat heet Mediwiet. En ik zei tegen die coffeeshophouders, ga dan geen winst erop maken, maar verkoop het ze voor inkoopprijs. En dat kan jou als coffeeshop en het hele coffeeshop fenomeen een stuk betere publiciteit geven. Nou, de meeste shophouders zeiden gelijk, ja, oké. In 1995 werd ik wakker met een zinnetje in mijn hoofd, Mediwiet en anders niet. En ik dacht, wat moet ik ermee? Mediwiet was een niet bestaand woord. Ik vond het wel grappig. Ik wist dat cannabis medicinale bijwerking had. Dus ik ga een beetje op internet kijken en ik kom daar Rick Simpson tegen. En die maakte olie van planten die hij in zijn achtertuin had staan. En die olie verstrekte die aan patiënten. En hij claimde, als je maar een druppel gebruikt, dan verdwijnen al je problemen als sneeuw voor de zon. En als je 60 gram gebruikt in 90 dagen, dan kan je zelfs genezen van kanker. Ik denk, nou, dat is mooi. Weet je wel, dus ik ga ook wat van die olie maken om eens te proberen. En dan zie je in de film dat ze een druppel op een vinger doen en het in de mond steken. Dus ik had olie gemaakt, met een hoop moeite in een injectiespuitje gefrummeld. Probeerde een druppel op een vinger te maken. En in plaats van een druppel werd het een sliertje dat viel op het aanrecht. En ik dacht, oh zonde, ik veeg het op, steek het in mijn mond. En een kwartier later werd ik me toch stoned, nog nooit zo stoned geweest. En toen dacht ik van, oh oké, dus het werkt. Maar dit is niet iets dat je kan vermenigvuldigen. Dit is niet iets dat je zomaar kan verstrekken aan alles en iedereen. Vrouwen en kinderen, zoals ik dat noem. Dus toen ben ik gaan experimenteren met een veilige manier van het produceren. Maar ook dat het te hanteren viel. En dat was het verdunnen met olijfolie. En de clue is dat blowers geneigd zijn om alsmaar zo sterk mogelijk... Zo sterk mogelijk cannabis, zo sterk mogelijk wiet, zo sterk mogelijk joint. En patiënten die willen een zo zwak mogelijke olie die toch doet waar het voor bedoeld is. Toen ben ik dat gaan verstrekken aan mijn patiënten. En die patiënten die waren er heel enthousiast over, want die konden dus nu, hoefden ze niet meer high te worden. Ze wisten dat als ik 5 druppeltjes neem, dan word ik high. Dus als ik ernstige pijn heb en ik neem er 4, dan word ik niet high, maar ik kan wel mijn pijn bestrijden of ik kan wel het maximale effect bereiken. Dat vormt een soort tegenwicht tegen de afhankelijkheid van de medische industrie. Wernhard Bruining groeide op in Sorong, Nieuw-Guinea. Zijn moeder had hem geleerd om vooral niet te doen wat anderen zeggen dat je moet doen. Die pioniersgeest, dat is wat ik heb meegenomen naar Nederland toe. Van wat er niet is, dat kun je creëren. Het bracht hem de Mellow Yellow. Het leerde hem wiet kweken als een van de beste. En het overtuigde hem om van Nederland het Jamaica van Europa te maken. De war on cannabis, die hebben wij gewonnen. Je kan ook zeggen, die is verloren door de overheid. En dan komt men aan van, nou, dan gaan we het maar legaliseren. En dan zeg ik, ik heb helemaal geen interesse in legalisatie onder jullie regime. Want dan ga je het weer zo regelen dat allerlei mensen eraan gaan verdienen. Het gaat er niet om of het illegaal is of legaal. Het gaat erom dat het vrij moet zijn. Dat iedereen voor zichzelf mag bepalen wat hij rookt, eet, drinkt, snuift, slikt. En pas dan kun je zeggen van, nou, laten we het eens eventjes netjes gaan regelen. In die volgorde. En wat er ook nog aan vooraf moet gaan, is dat de overheid moet toegeven dat ze fout was. Ze moet haar excuses aanbieden aan de burgers. En ze moet erkennen dat ze de burgers onnodig leed heeft berokkend met haar war on drugs.